Afgelopen week Europese kampioenschappen zwemmen met Marleen Veldhuis als grote medaillewinnares. Dat moet een goed beeld zijn richting de Olympische Spelen. Ja, we kunnen veel gaan verwachten van Marleen Veldhuis in Peking. Ze heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Anderhalf jaar geleden zwom ze tijden die niet in de buurt kwamen van de wereldtop. Tenminste, het leek er lang op dat zij voor de troostprijs aan de gang was. En onder Jaco Ferrari in Eindhoven heeft ze nou de stap gemaakt richting absolute wereldtop. Ja, op 50 meter vrij is ze de te kloppen vrouw straks in Peking. Mede door haar wereldrecord dat ze zwom afgelopen maandag. 100 vrij is, gaat ze een medaille winnen. Maar dat is de concurrentie met een Australisch en een Duitse. En op de 4x100 meter vrij estafette is Nederland dankzij het wereldrecord ook de te kloppen ploeg. Dus het ziet er heel goed uit. In ieder geval, ik zou zeggen twee keer goud en een keer... misschien wel drie en anders een bronzen of een zilveren erbij. Ja. Lijkt me goed. Ja. Bij de vrouwen ziet het dus heel goed uit. Bij de mannen was het de deceptie van de Hogeband afgelopen week. Ja, de deceptie. Vooral dat hij ziek was op zijn eigen toernooi. Waar hij zich zoveel van voor had gesteld. En extra zuur maakte dat zijn wereldrecord, wat sinds 2000 stond, eraan is gegaan op de 100 meter vrij. Ja, Alain Bernard die heeft het aangescherpt nu tot 47,50. En dat is... 3400ste sneller dan Van de Hogeband ooit heeft gezwommen. Dus dat is inderdaad absoluut een punt van zorg. Helemaal gezien Van de Hogeband nu 30 is. En 3 jaar geleden een hernia-operatie is ondergaan. En die heeft sinds die hernia-operatie niet sneller gezwommen dan 48,63. Dus ja, dat is een enorm verschil. Dus zorgen zijn er zeker of Van de Hogeband zijn derde Olympische gouden medaille op de 100 meter vrij op rij gaat winnen. Want dat is zijn grote doel. Hij wil de beste ooit worden op het koningsnummer in het zwemmen. Is het reëel om dat nog te verwachten, dat hij daar goud gaat pakken in China? Nou, ja goed. Die Bernard moet ook nog een keer een 47 gaan zwemmen in Peking natuurlijk. En aan de andere kant, we weten natuurlijk niet hoe Van de Hogeband ervoor staat. Die tijd van de 47-63 is van het WK van vorig jaar. We zijn anderhalf jaar verder. Ja, we weten niet wat Van de Hogeband in de tussentijd heeft gedaan. Dus... ja, veel vraagtekens, maar aan de andere kant, opgeven, hoeven we hem nog niet te doen, nee. Daarvoor is een staat van dienst te groot? Ook, maar ja, ik denk dat het heel erg moeilijk zal worden, maar je weet het pas in Peking eigenlijk. Hè? Dat is duidelijk. Eén groot voordeel, Michael Phelps zwemt niet op de 100 meter. Nee. Dat is hem net te kort. Die kiest volgens mij alleen nummers waarvan hij zeker weet dat hij goud wint. En dat zijn iets van 8 of 9 disciplines, geloof ik, dus... ja, iedereen mag blij zijn en Van de Hogeband voorop dat hij de 100 vrij links laat liggen.